We kunnen een klein stukje verder naar boven zo nog, maar is hier het rondje. ziet, dus zit ja, het ligt vol met uh, vogelpoep en dode duiven. De meeste zijn weg ondertussen. Hoor. Dit is, uh, zoals je het nu ziet liggen is het uh, nou, nog maar een paar procent van wat we aantroffen aantrof aan het begin. Inmiddels is de Zandvoortse watertoren ruim twee weken gekraakt. We wonen hier met vijf, zes. We hebben nu een paar gasten op bezoek ook nog. De krakers wonen op de benedenverdieping. Zonder water of elektriciteit. Hoe overleven jullie? Ja, een beetje zoals de baas zoals vroeger. We water bij Son en zo en elektriciteit. Nou ja, we, we hebben powerbags om de telefoon op te laden. We kijken geen televisie, dus we hebben nu gewoon s'avonds een babbeltje onder kaas <laughs> ligt. Romantisch ook. Ja, precies. Ze zijn vooral aan het opruimen. Er liggen nog steeds, kijk maar op de grond. Hieronder je ook nog steeds, overal stukken glas. En zo nu en dan vinden ze nog wel eens wat. Oude kluisdeur. Met zogenaamd belangrijke dingen, die de eigenaar gewoon open heeft laten staan ook. En wat zit erin? Troep. Hier de, ja, de gigantische waterleidingen die er gewoon allemaal nog origineel in zitten. Uh, er zijn nog een aantal ruimtes waar dus nog hele installaties hiervan ook staan. Helemaal bovenin, daar waar vroeger een restaurant zat, moeten we heel voorzichtig zijn. De vloer is namelijk in slechte staat. Voor heel veel mensen gehoord dat het altijd heel lekker eten was hier. Dat het altijd heel goed liep ook. En dat het toch, uh, nou ja, helaas nu niet meer kan hier ook. Dat is uh, de vloeren en uh, die gaan het allemaal niet meer houden. Ik kan er misschien met een bezempje bij om ze even open te doen, een stukje. De krakers willen met hun kraak een signaal afgeven aan Zandvoortes en de eigenaar. Doe wat met de toren en laat hem niet verpauperen, maar geef het bijvoorbeeld een publieke functie. Op zich uh, zou de Zandvoortse vlag ook best wel weer terug mogen natuurlijk. Maar dan ja. moeten er ook wel wat mensen uit Zandvoort komen om dan te zeggen, toren is ook van ons. Dan is hij namelijk van ons allemaal. En dat is waar het uiteindelijk naartoe moet natuurlijk. En niet van één iemand die hem uh, laat verkrotten. De eigenaar wil de krakers er zo snel mogelijk uit hebben. Maar die hebben laten weten voorlopig niet te willen vertrekken.